Hans Dorrestein heeft zijn hele carrière gebouwd rondom zijn eigen falen. Maar nu hij ouder is, lijkt alles ineens te lukken. Hier komt hij aan bij de Schouwburg van Leiden, samen met zijn vaste chauffeur Marcel. Hij treedt straks op, samen met het puur optimistische Zazie. Zij zingen zijn teksten. Hun kleedkamers liggen vlak naast elkaar. Wij kenden Hans van zijn werk en Hans vond ons heel interessant. En toen was eigenlijk al heel gauw besloten van nou laten we dan gewoon een voorstelling maken met. Ja, we zetten de deur nou dicht. Het was niet van we willen een voorstelling gaan maken met een oude. Pessimist. Een oude zeur. Nee, want dat is hij sowieso niet. Mensen denken dat hij ook heel depressief is, maar dat valt redelijk mee. Ik ken eigenlijk niemand die zo blij kan worden van kleine dingen als Hans. Het is ook heel leuk om met Hans te bellen. Of de sms'en. Ja. Hebben we nog een waterstaafje? Terwijl hij allemaal dingen aan het beschrijven is die hij dan ziet. En, of nog helemaal aan het nagenieten is van de avond die we daarvoor hebben gehad. Ja, maar hij kan ook wel extreem dan in de put zitten. Hoor. Ja. Als het gaat, dan is het... Hij heeft een paar keer heeft hij wel gezegd, als jullie er niet waren geweest, dan was ik nu helemaal gebroken geweest. Oh ja, dat is waar. Een lach is echt dat is de enige bevestiging die hij heeft of iets goed is of niet. En wij zijn, raken niet van ons apropos als er niet gelachen wordt. Bijvoorbeeld in die nieuwe zaal. Waar is dat? Daar is alles metaal. En als je begint te zingen, voel je je zo eenzaam als de hel. Hans wil ook het liefst bij ons op de kleedkamer zitten. Ja, dat mag niet. Dat mag niet. Ja, die kantaten ging nu ook goed, hè? Was je erbij? Ja. God dank. Ja. Ja, zul je zien dat het vanavond misgaat? Van ons ben ik altijd de zenuwpees. En dat hij dat wel leuk vond om een keer bij iemand anders te zien gebeuren. En ik vind het heel fijn dat ik een paar handen zie gebeuren. Maar hij vindt het dus wel heel eigenwijs. Ja. Jongen snuffen als we dan om hem heen dwarrelen en we zijn heel nieuwsgierig en we zitten overal aan en zegt... Jullie zijn net jonge vosjes. Oh, hallo, zullen we gaan? We moeten ons omkleden. Wie zich vernederd wordt vertrapt, zo is het leven. Na elke trap was weer een buiging mijn repliek. Op laatst was ik in buigen zo bedreven dat ik op het podium raakte voor het publiek. Maar mijn besluit staat vast, ik zal nooit meer buigen. Niet voor goed willen, zeker niet voor duif. Blijf recht overeind, dan staat de zaal me toe te juichen. Wat ik mag pas, als ik ooit nog buig. Ik zal nooit meer buigen, niet bij succes en niet in nood. Ik zal nooit en nooit meer buigen voor de dood. Want ik mag barsten als ik ooit nog buig. Ik mag barsten. En dan komt er ook nog een documentaire. Straks weet je alles over Hans Dorrestein.